Oké, dan gaan we nu lekker het zalmgerecht gaan we voordoen. We hebben een Noorse zalm even gerookt. We hebben hem uiteraard zelf gepekeld. We hebben hem niet al te dun gesneden, dus je krijgt mooie plakken zalm. We hebben lekkere mierikswortel mayonaise. En we hebben gepofte quinoa aangemaakt met furikake. Furikake is een zeewiermengsel. Je snijdt de verpakking open van de zalm. Ik zal hem even voordoen. We hebben hier een mooie plakje zalm. Je kan alles dakpansgewijs zo op het bord leggen. Ik vind het zelf een beetje saai. Dus ik krul hem even één keer op. Dan krijg je een beetje, ik heb het al vaker gezegd, een beetje dat 3D effect. Dat je een beetje de hoogte in gaat. Zo. Mooi de zalm. Dan hebben we de mierikswortel mayonaise. Je maakt een insnede. En dan doe je een mooie mierikswortel mayonaise doe je erbij. En dan als laatste de krokante quinoa. En dan hebben we hier lekker de Noorse grote zalm met een mierikswortel en gepofte quinoa.